Na een lange periode van reizen en schrijven is hij eindelijk weer terug op zijn vertrouwde stek. Klaar om met alle egaars gasten uit binnen- en buitenland te ontvangen. In Belevenissen zag u al een glimp van hem. Hier is hij helemaal, Adriaan van Dis. Dames en heren, Adriaan van Dis. Drie gasten vanavond. Eén uit Nederland, één uit Roemenië en één uit Londen. En de eerste gast is de Leeuw van Hoenderloo. Hij is deze week 89 jaar oud geworden. En de landen die hij tussen de twee wereldoorlogen en ook kort na de Tweede Wereldoorlog zo uitgebreid bereisd heeft, zijn op het ogenblik dagelijks voorpagina nieuws. De Balkan. Wie kent zijn boeken niet? Het Herberg met het Hoefijzer, De Bruiloft der Zeven Zigeuners en De Orient Express. Dames en heren, A. den Dolaert. Hey. Dag meneer den Dolaert. Gaat u zitten. Ik leg me toch maar op de grond. Gooi maar op de grond. Ja. Zo. Zo. Ik trek u een klein beetje naar de tafel toe. Een klein beetje naar de microfoon. Meneer den Dolaert, ik ben heel blij dat u er bent. We beginnen altijd met een drankje. Wat zal het voor u zijn? Water? Wijn? Water. Water. Wijn drink ik vanavond. Ik begon toch de wijn te pakken, maar dat is nog weinig, alsjeblieft. Zo, dat smelt zo, wel. Meer, zo, meer dan zat. Meneer den Dolaert, de Balkan, hè, dat gebied wat u nou... De Balkan. Ja. Het gebied wat u zo vaak bezocht heeft. Wanneer bent u daar voor het eerst naartoe gegaan? Oh, even kijken. Ik ben van kantoor weggelopen in 1928. En toen heb ik een jaar, meer dan een jaar door Frankrijk gezworven. Als los arbeider, als boerenknecht. Ik kende het boerenwerk van de familie. Ik had een grootvader als boer en een oom. Toen ben ik plotseling naar de Balkan vertrokken, omdat ik een klein berichtje zag in een Franse krant, terwijl ik in Marseille zat ik uit te rusten. Ik werkte daar als dokwerker. En toen zag ik iets, er was weer een aanslag geweest van de intern Macedonische revolutionaire beweging. En ik had er al eens over gelezen. Ik had een boek gekocht, een keer, over geheime genootschappen. De Sinn Féin en in China, enzovoort, enzovoort. De Zwarte Hand in Joegoslavië. Ik denk, nou, verdomme, wil ik het weten. Ik ga er naartoe. Ik had 2 dagen geld verdiend. Dat was net voldoende voor een treinkaartje derde klas en een brood en een worst. Onderweg eenmaal in Joegoslavië, want ik woon naar Belgrado om te beginnen en dan naar Macedonië. De stationsnamen stonden dubbel, in Latijnschrift en in Kyrillisch schrift. Dus de Kyrillisch schrift heb ik onderweg geleerd. Bovendien maakte ik kennis met de treinreizigers. Dat is altijd Joegoslavië. U heeft eigenlijk liefde opgevat, hè, voor de volken daar. Huh? U heeft een soort liefde opgevat voor de volken daar. U heeft die landen, ja, vaak bezocht. Telkens teruggekeerd. Waarom was u zo verzot op de Balkan? Nee, waar ik op niet verzot was, maar wat ik zocht. Ik voelde hier in West-Europa een manco. Wij hadden de beschaving. En daar ginds vond ik de oude cultuur. Met de nadelen van het gebrek aan wat wij beschaving noemen. Dat wil zeggen schone handen, plenty doktoren, vaste wastafels. Bijvoorbeeld een voorbeeld van vaste wastafels gesproken. Ja. Vanaf mijn tweede reis, toen had ik ervaring, ben ik nooit meer naar de Balkan gegaan zonder dat ik meenam een stuk of 4, 5 kurken van verschillende grootte en 4 dekseltjes van jampotten. En waarom, als ik vragen mag? Dan mag je gerust vragen. Ja, ja. De impertinentie zelf. Die kurken, die was omdat er waren hier en daar wel vaste wastafels, maar er was nooit een stop in. Dat is zo vervelend met scheren, dat weet je wel, hè? Dan, ja, en die dekseltjes van jampotten. Ach, in de provincie
had je niet ons soort hotels, zelfs niet één ster. Dat waren 2, 3, 4 bedden op één kamer. En die hygiëne laat nogal te wensen over. Zelfs alles. Die 4 dekseltjes, die zette je onder de poten van het bed. Dan uit een flesje schonk je daar petroleum in. Dat belette dat de luizen klimtochten maakten vanuit de vloernaden naar het bed toe. Heel slim, ja. Er waren helaas sommige zeer alpinistische luizen die het via de zolder probeerden en dan een duikvlucht maakten. Nou, daar was je machteloos tegen. Over alpinisme gesproken, hè? U bent verzot op de bergen. Ik heb altijd het gevoel gehad, sinds ik de eerste keer in de bergen geweest ben en de eerste grote tochten maakte, dat mijn eigenlijke leven pas boven de sneeuwgrens begint. Dan ben ik in aanraking met een element dat in de vlakte volkomen ontbreekt. De vlakte, de steden, praktisch heel Nederland, is een door de mens getemd en gearrangeerd landschap. De bergen leven hun eigen leven buiten de mens en buiten de tijd om. Ik ben een keer bij een afdaling van de Mont Blanc in de rand van een lawine geraakt, die me tot mijn knieën toe inmetselde en mijn gids heeft mij uitgehakt. Als ik een minuut later geweest was, als wij een minuut later geweest waren, had die lawine ons 100 meter hoger reddeloos achterhaald. Dat hangt allemaal, dat is een kwestie van seconden. De berg let niet op de mens. Wat ze noemen liefde voor de bergen, dat is een zuiver, eenzijdig geval.